Je moet je dan net doen alsof ze er niet zijn. Dat vind ik heel ingewikkeld, want alles in mij doet daar zijn camera niet kijken. Het geeft een hele gekke energie. Kent u dat? Ja. Dat is op het journaal ook altijd leuk. Dan wordt er een of andere leraar gefilmd. En die gaat dan praten met de kinderen. Die dan, ja, het is wel heel belangrijk en zo. En dan gaan ze ook altijd door spelen dat ze kinderen zijn. Kent u dat? Ben je de mensen aan het lastigvallen, jongens? Nee, ik ben gewoon even mijn gedachten aan het delen. Kijk eens, 4 euro. Oh, terug. Was er iemand... Nee, dat is raar. Is het al tijd? 1 uur. Jos, mensen staat nog even vol. Nadat je dan altijd zo iemand ziet, en die is dan heel erg duidelijk naar de interviewer aan het kijken, en niet naar de camera. Dan zie je eigenlijk altijd dat diegene de camera ontkent. Jos en ik moesten vorige week dinsdag bij BNN een soort testprogramma aanwezig zijn. En toen zagen we daarna de beelden terug. En als de camera voorbij Jos kwam, dat was het dit. Dat was heel erg mooi om te zien. Ja, het wordt ook een fobie, is dat? Ja, ja. Je kan er dan niet meer niet naar kijken. Ik zou u allen op willen roepen om vooral in de camera te kijken. Als je een keer een camera voor je hebt. Nou ja, zullen we gewoon beginnen? Doet Simon Vinken nog ook, hè? Ja, heel mooi stuk. Dan kijkt hij zo naar. En jij bent alles, zegt hij volgens mij. Dat is heel mooi. Zullen we? Ik leg ook even mijn spullen weg. Ook over de vloer. Zo. Ik denk het. Oké, goed. Wij die de wereld de wacht aanzeggen. Wij die altijd op andere dingen letten. Wij die leven en sterven bij het leven. Wij die de reeën uit bossen zien vluchten. Wij die de kinderen op straat zien hinkelen. Wij die kijken zonder blikken of blozen. Wij die ieders veld, maar wij die de kastanjes uit het vuur mogen halen. Wij die ieders veld mogen ruimen. Wij die niemand het gras voor de voeten wegmaaien. Wij die zo nu en dan onze stem mogen laten horen. Wij die weet hebben van angstkreten en engelenkoren. Wij die beginnen waar anderen ophouden. Wij die het hooglied dagelijks herschrijven. Wij die eerbied hebben voor harde feiten. Wij die de wind van voren en de bijval achteraf krijgen. Wij die ieders veld mogen ruimen. Wij die ons op ondergaande paden begeven. Wij die mogen huilen waar iedereen bij staat. Wij die niets doen waar iedereen toeslaat. Wij die op geen enkele slag zout willen leggen. Wij die geduld beoefenen en ons ongeduld bedwingen. Wij die popelen en watertanden. Wij die orakels werpen en tekens lezen. Wij die schriften ontcijferen. Wij die griffen in grotten en op muren. Wij die de wijsheid van de naaktheid vieren. Wij die om niemands plaats staan te dringen. Wij die overal ons eigen mannetje, vrouwtje en persoontje staan. Wij die geen enkele confrontatie uit de weg hoeven gaan. Wij die begaan zijn met de strijd aan alle fronten. Wij die vermaken, waarmaken en vervolmaken willen. Wij die alle glazen legen om onze dorst te lessen. Wij die alle magen vullen, alle honger stillen. Wij die zelf blijven, verwerven, verwerken en verstrekken. Wij die geen dreigementen nodig hebben om indruk te maken. Wij die ons niet willen toe-eigenen van wat een ander toebehoort. Wij die erkenning voor de Koerden eisen, de Armeniërs, de Palestijnen en de Oekraïners. Wij die altijd zwarte katten op onze weg ontmoeten. Wij die altijd onder ons willen lopen. Wij die tooien en voltooien. Wij die knipogen en benadrukken. Wij die het woord voeren. Wij die naar ons laten kijken. Wij... Ja, het moet hoor. Ja, ja, hoor. Die de tijd niet doden, maar springlevend houden. Wij die de vriend van allen, maar geen allemans vriend zijn. Wij die van geen ophouden weten. Wij die niet anders kunnen dan ons aan ons eigen ritme houden. Wij roepen en herinneren, wij dansen en zingen, wij uiten en besluiten dat wij nu hier in een samenstelling zijn die nooit meer zal plaatsvinden. Mm-hmm. En dat dat fucking bijzonder is. Ja. Dus applaus voor jezelf. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Hallo, welkom.
voor de mensen die ons... Wie kent ons wel? Oh, nou, kijk, fans, fans. Wij zijn de Boosie Boys. Ja, dit is Jos. Dit is Joep. Ik ben Joep. Wij maken voorstellingen over dode dichters. Ja. Omdat we vinden dat er te weinig poëzie wordt gelezen. En dat doen we al jaren. Dat hebben we over Vinken ook gedaan. Dat was geweldig. Ja. We hebben dat over Zelfkikker gedaan. Johnny van Doorn. Johan van Doorn. Ja. Frits Jansen van Beek. Allemaal andere dichters. En wij slurpen zo leven van zo'n dichter op. En ventileren dat dan naar de mensen. Ja, dat heb je mooi gezegd. Goed. Dat heb je mooi gezegd. Ja, als een soort, hoe heet dat? Ademhaling. Ja, ja. En als je een knuffel wil, moet je dat even zeggen. Dan komen we even naar je toe. Als je ook iets wil zeggen, doe dat vooral. Wij gaan gewoon wat dingen doen uit ons repertoire. En die camera vind ik super vet. Zoals Vinken ook zei, es müssen immer Gelegenheitsgedichten zijn. Ja. Dus we gaan gewoon kijken wat er komt. Dan zien we net. Mag ik nog even wat zeggen over dit? Ja. We waren zo lekker aan het dansen. En dan komt Simon Vinkoog, die danst altijd zo. En dan werd hij was het Remco Kampert? Ja. De ongebakken deegsliert genoemd. Ja. Dat is heerlijk. Ik zou zeggen, je moet het thuis echt een keer doen. Of vanavond of zo. Hier. Dit is ook een soort startschot van de zomer. Ja, inderdaad, ook voor ons. Zullen we maar gewoon wat doen? Ja. Zullen we beginnen met de scène van Garms? Welke scène? Kennen mensen Garms? Nee, Garms. Ja, nee, Garms. Absoluut op Rusland. En we gaan een scène van Garms doen over het huwelijk. Wat? Wat? Wat zeg je? Scène van Garms? Ja, we gaan die scène van Garms over dat huwelijk doen. Wat? Over dat huwelijk. Nee. Huwelijk. Luk? Wat is dat? Nee. Niet luk. Huwelijk. Hoezo niet luk? Gewoon niet luk. Basta. Wat? Niet luk. Nee, begrijp het nou, niet luk. Begin nou weer met dat luk. Ik weet echt niet wat het is met dat luk. Wat doe je eigenlijk? Waarom sta je steeds maar een deel van het woord en dan ook nog eens een deel dat helemaal nergens op slaat? Waarom snap je niet dat dat stupide is? Wat? U is er, ik is stupide. Wie? Maar wat doe jij? Waarom sta jij steeds maar een deel van het woord en ook een deel dat helemaal nergens op slaat? Pi. Waarom uitgeeft het pi? Begin nou weer met dat pi. Oh, nou is hier komen! Nou, dan kan ik wel heel snel even wat over Garms vertellen, want dat mag nooit van Jos. Dus dan kan ik het even nu snel doen. Voor de mensen die hem niet kennen, hij was dus een Russische absurdist. En hij had een gezelschap, dat heette Ubiriu. En dat was gewoon kunstenaars en die mochten zo net na de revolutie een beetje vrije kunst maken. Die gingen bijvoorbeeld op straat mensen knuffelen, voorstellingen houden waarbij het hele publiek naar niemand zat te kijken omdat ze 100 meter verderop een gedicht aan het voordragen waren, echt hekkenhuis. En op een gegeven moment mocht hij geen kunst meer maken, mocht hij maar uitgeven. Die is ook dood. Alleen kinderpoëzie. Totdat hij daar ook voor opgepakt werd. En toen hebben ze hem in de psychiatrische afdeling van de Kruisengevangenis gestopt. En dan zijn ze hem tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeten. En toen is hij daar van de honger overleden, vastgeketend aan een bed. En het, ja, een vrolijke nood. Maar het gedicht waar hij voor is opgepakt, dat kindergedicht, dat gaat als volgt. Een man verliet een keer zijn huis met knapzak en met stok. Het was voorlang dat hij te voet vertrok. Hij keek niet om en volgde het rechte pad. Hij sliep nog dronk, hij dronk nog, sliep nog, at. Eens liep hij in de morgen, stond een bos in en sindsdien. Van dat moment heeft niemand hem gezien. Maar als het ooit toch eens gebeurt dat u die man ontmoet, vertel het ons met spoed. Vertel het ons met spoed. Vertel het ons met spoed. Прощай. Позабудь мне обе суд, а письма сложки как мост, да будет
Ooit werd genemd waar poet, de rodent in Priami krust. De rodent van Klee, de aardje Piagorits, besnaya Mishura. De boedit nadishta, la duni gretu twaiemo castra. De boedit medeli, schneega, dumsti. Il peshunai levonia. Da budit alkuch a preklasil boe klemjaski v tvaj grudi. Ja čas liv za teh, kata rimsta boe, moget bit pa budi poezi. Ga ik dit zeggen? Ja, mag ik even snel wat tussendoen? Ja. Dat is goed, toch? Alles echt nou, while you're making plans, wat zeg je? Dat is toch net, toch? Ja, dat is heel goed. Nee, ik was net naar je aan het kijken, Jos. Ja. En toen moest ik ineens denken aan een gedicht van Vinkenoog, wat me altijd heel erg aan jou heeft doen denken. Maar toen besefte ik dat ik je dat nooit heb verteld. En toen dacht ik, zal ik dat dan nu als een soort verrassing voor jou voordragen? Dus dan doe ik het even alleen voor Jos. Mogen jullie gewoon bij zijn? Ja. Is dat oké? Ja. Ja? Dus ga ik er zo tussenin zitten? Ja, dat is ook goed. Ja. Het is zet vast, dat wil ik nooit. Oké, zo. Oké, het heet Ik wou dat ik een vogel was. Ik kom wel even tussen de mensen. Ja, dan kan ik je aankijken. Zit je lekker dus? Zijn ze lief, hè? Ja. Ja. Oké, kom. Ik wou dat ik een vogel was. Ik zou de aarde verkennen. Trektochten maken langs de continenten. Ik zou me laten wiegen op de baren en me laten gaan op alle winden. Waar zou ik vrede vinden? Zou ik ver moeten zoeken of dicht bij huis beginnen? Ik wou dat ik een vogel was. Ik zou geen kranten hoeven lezen, geen rekeningen betalen, niet kanaal zwemmen om te weten wat er gaande was. Ik zou mij hemelshoog verheffen. En ik zou de aarde onder mij zien draaien in de zon. En ik zou weten dat zij mijn moeder was. Mijn thuishaven en mijn bestemming, mijn doelwit en mijn oponthoud. Ik wou dat ik een vogel was. Vrijuit zou ik overal langs scheren, niet zou mij meer of minder deren. Ik zou geen weet hebben van dood of van tijd. Voor alles ruimschoots gelegenheid. Ik weet dat ik die vogel ben. Ik kijk in de spiegel en ik herken die ogen die steeds verder willen kijken. Het veren pak dat maar niet wil slijten, het plukken van de toneloze dag en van de nacht, de vleugelslag. Herken die droom, die reist van vlinder naar ster, want dat ben jij zelf, van dichtbij of heel ver. Bij elke ademhaling die jij in of uithaalt, wordt de zin van het leven in waarheid vertaald. Alsjeblieft, voor Jus. Ja, oh. Ja, dat heb je echt maar ongeveer al 200 keer in de opgelezen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Het is ook maar theater, hè? Ja. Ja, ik kan het gelukkig gaan. Het maakt allemaal niet uit. Je kan ook gelijk binnenkomen, hoor. Dat is een heus wel een plek. Hé, hey, Nina. Wat zullen we doen? Ik dacht aan een leuk lied. Ja, goed. De Wormen Song. Ga je gang. Want we vergeten heel vaak dat er ook wormen zijn en dat die hebben het heel slecht in Nederland. Dat weten jullie misschien wel. Al die aarde wordt verdrukt door al die zware landbouwmachines en al die wormen die kunnen daar niet meer doorheen. Die wormen zijn super belangrijk. Voor alles natuurlijk. Als het slecht gaat met de wormen, gaat het ook slecht met ons. Toch, Joep? Ja. Je zit moeilijk te kijken. Ik kan het denken. En daarom heb ik een lied voor de wormen geschreven. En dat gaat ongeveer zo. Wormen. Wormen, ze krioelen geometrische vormen. Wormen, wormen. Wacht even, nee, dit kut. Ja, dit is geïmproviseerd. Wormen, wormen, ze krioelen geometrische vormen. Wormen, wormen, je hebt ze in allerlei maten en vormen. Wormen, wormen, ze dansen in de rondte, zie je het vormen. Wormen, wormen. Het is even
baby's broorten. Wormen, 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 wormen. Oeh, wormen. En allemaal heel hoog. De hele korte van Frits hier. Ja. Oké, okay. Aikoes. Ja. Begin jij? Ja, dan ben ik. Grijs. Ja! Oh, sorry, ik was helemaal kwijt. Kennen we Fritsie? Vind je Hans van Beek? Medium? Ga dat lezen, dat is echt schitterend. Twee haikus. Haikoes. Reiziger. Indien u ooit een krekel hoort die help roept, dat ben ik. Eén. Tevreden schildpad. Zie zo. Laatste 100 jaar. Weer niks uitgevoerd. Mooi, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Hebben we dan een kleine inleiding? Een kleine inleiding. Dat is goed. Een gedichtje van Garms. Ja. Omdat wij hier zo samen zijn, is er zeg maar soms... Ik ga nu improviseren. Ja, doe maar. Daar ben je goed in. Ja, ja. Maar ik weet het niet wat ik ga zeggen. Maar dat is zo'n soort samenkomst waarin mensen luisteren naar gedichten. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat iedereen hier zo samen is, dat zei ik eigenlijk al. En we vinden dat die plek heel magisch, toch? Ja, 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 precies. Ja. En dat is dit. Dit is dit. Dat is dat. Dit is niet dat. Dit is niet dit. De rest is ofwel dit, ofwel niet dit. Alles is ofwel dat, ofwel niet dat. Wat dat en dit is, is zelf voor zich dat. En wat zelf voor zich is, dat kan dat zijn, maar niet dit. Ofwel dit, maar niet dat. Kan dat zijn, dit werd tot dat, en dat werd tot dit. Wij zeggen, dit werd tot dit, en dat werd tot dat. Maar wij kunnen ergens vandaan, dit werd tot dit, en dat wordt dit. Dit werd tot dit. Wij zeggen, waar, en heeft ons toegezongen, hier, dit. Is, kan, kan, van, van, hier, hier, wat, wat, is, het, het, is dat, dit is dat, dat is dit, hier is dit een dat, hier werd tot dit werd tot dat, en dat werd tot hier. Wij keken, maar wij zagen niet, en daar stonden dit en dat. Daar is niet hier. Daar is niet hier. Daar is dat. Daar is dat. Hier is dit. Hier is dit. Maar nu... Is daar zowel dit als dat. Maar nu en hier zijn dit en dat. Wij treuren en denken en smachten. Waar is nu dan? Nu is hier en nu is daar. En nu is hier en nu is hier en daar. Dit moet dat zijn, hier moet daar zijn. Dit, dat, hier, daar, zij, ik, wij, oe. Dit, dat, hier, daar, daar, zij, zij, ik, wij, oe, oe. Dit, dat, hier, daar, daar, zij, dit, ik, dit, wij, oe. Daar, daar, dit, 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 daar, zij, ik, daar, 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 oe. Hallo. Ja, hallo, met de poëzielijn. Met de SOS-lijn. De hit van de daglijn. De ha-ha-ha-geinlijn. 0202141161. En als je de tijd niet huurt, heb je 002 met je mee. De wereld aan de lijn. De pijnlijn. De rijnlijn. De lijnlijn. Het omroep pastoraat. De doofpot van de maan. Het door u gekozen nummer is overbelast. Er zijn nog 4 miljoen... 8 miljard wachtenden voor u. Tuut. 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 Oh.
Schreeuwen, fluiten, gillen, hoesten, huilen, geeuwen, snotteren.